Vanaf deze week mogen ook strandtenteigenaren hun zaak weer afstoffen. De tafeltjes en stoeltjes die kunnen naar buiten en dan kan het strandseizoen worden geopend. En dat op zich op een goed moment, want het is prachtig lenteweer deze dagen en een voorjaarsvakantie voor het midden en noorden van ons land. Verslaggever Josephine van der Erve die zet deze ochtend met hun de tafeltjes buiten. En ik zie dat de hijskranen al bezig zijn, Josephine. Goedemorgen. Dat klopt. Ze zijn hier vroeg begonnen, ondanks dat het nog wel een beetje koud is. We hebben warme kleren aangetrokken en ze zijn bezig om de windschermen weer op te zetten, zodat iedereen straks die naar het strand gaat weer een lekker bakje koffie kan drinken achter een warm windscherm. Meneer Kuiper, u bent de eigenaar van de strandtent die hier wordt opgebouwd. Bent u er klaar voor? Wij zijn er enorm klaar voor, uiteraard. Nee, we hebben er hartstikke veel zin in. Het is traditiegetrouw natuurlijk dat we begin maart onze strandtenten weer gaan opbouwen. Dat betekent ook begin van de lente, begin van de zomer. En daar wordt iedereen volgens mij vrolijk van. We hebben hartstikke mooi weer erbij, dus we hebben er enorm veel zin in. Het zijn wel een beetje moeilijke tijden. Alles is duurder geworden. In wat voor opzicht heeft dat invloed op uw restaurant? Nou ja, dat heeft natuurlijk invloed op de hele keten, laat maar zeggen. Wij betalen natuurlijk voor onze inkoop ook veel meer. Voor onze energie betalen we meer. Dus over de hele keten, ik denk iedereen heeft daar economisch last van. Prijzen stijgen, zowel in de supermarkt. Wij zullen ook naar onze prijzen moeten gaan kijken. Maar we proberen het uiteraard heel sympathiek te houden, zodat iedereen kan genieten. En hoe zit het met het personeelstekort? Is dat al opgelost? Nou ja, personeelstekort is natuurlijk... we moeten elk jaar weer opnieuw beginnen, wij als seizoensbedrijf. Dus dat is best lastig. Hè. Iedereen is weer wat anders gaan doen. We moeten opnieuw weer gaan werven. Dus wat dat betreft, check onze socials. Als je bij de staat wil werken, hartstikke leuk. Goed, we zijn aan het werven. We hebben ook heel veel trouwe mensen die het ook weer hartstikke leuk vinden om terug te komen bij ons. Want het is natuurlijk fantastisch hier op het strand.